Oké, welke kant gaan we op? Ja, kijk, die kant op. Lekkere meisje. Ja, een hele goede middag iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag precies vrijdag 8 januari 2021. En het is 11:15. Ja, er vindt iemand het heel leuk om dus namelijk even op de boot te bijten. Ja, de boot te bijten. En daar zit iemand anders. En wat we vandaag allemaal gaan doen. Ik krijg sowieso om 3 uur bezoek. En ja. Daarna gaan we even lekker de hort op. Dus wat we allemaal gaan doen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier als je het meer wil weten. En zeker even abonneren. Dankjewel. Oké, welke kant gaan we op? Ja, kijk, die kant op. Ja, gaan we dan? Kom maar. Ja, gaat die kant op. Welke kant gaan we op dan? Tell me. Ja, jij en je bent nog een beetje afwachtend, hè? Ja, maar nog even niet. Welke kant gaan we op dan, schat? Die kant op. Ja, oké. Top, kom maar. Ja. Even wachten. Zitten. Goed zo, uitkijken hè, of er niks aankomt. Ja, uitkijken, andere kant. Ja, kennen we. Goed zo, kom maar. Goed zo. Even wachten, zo meteen weer hè. Wachten. Blijf. Uitkijken. Komt er wat aan? Uitkijken. Goed zo. Doe maar. Wachten. Goed zo. Niks aan, hè? Nee, ja. Zo kijk ik ook om, meisje. Welke kant gaan we op? Oh ja, versnuffelen moet ook gebeuren. Oh ja. Even een plasje doen. Even een geurtje achterlaten. Ja, kom dan. Ja, kom dan. 1, 2. Ja, goed zo. Keurig hoor. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, ik moet nog even wennen aan deze telefoon. Ik heb hem dus nu op een statief, dus ik hoop dat het wat smoothere beelden kan maken. Ik weet het niet. Het is nou mooi weer. Het zonnetje schijnt, dat jullie ook wel een beetje kunnen zien, denk ik. Het zonnetje schijnt een beetje lekker. Dus, ja. Mag niet klagen, lekker met Lady. Ro is al thuis. Ro heeft ook al net een blok gedaan met de 2 zusjes. En ja, die krijgen jullie ook gewoon weer te zien vandaag hoor. Het is niet alleen maar Lady, nee. Maar ik heb gewoon in deze tijd waar ik me nu in bevind, depressiviteit, heb ik nu zoveel aan haar. Dat is gewoon niet te geloven hoeveel ik nu aan haar heb. Echt zoveel. Het is gewoon nu op dit moment mijn steun en toeverlaat. Ik wou er al eerder uit om 9:30, 10 uur. Nou ja, toen had mijn lichaam zoiets van, doe dat dan maar even niet. Je blijft nog even lekker slapen. Dus ja, ik werd om 11:45 wakker. Dus ik heb Ro gebeld en nu loop ik dus buiten. Ja, ook lekker. Maar ik ga nog zo meteen mooiere beelden maken. Leukere beelden. Ik ga even genieten, want om 3 uur krijg ik Karin op bezoek. Ook niet onbelangrijk, want dat is mijn nieuwe begeleidster, Karin. Hoe toevallig, ook met de zee. Ja, het is nog even wennen, een beetje aftasten. Maar ja, het is zo. En ze komt dus nu 2 keer in de week, een woensdag en een vrijdag. Dus ja, dus dat. Ja, dus dat. Ik kan er ook niks anders van maken. Nee. Zo, en wat kom je tegen onderweg? Dit oude bachtding. Dat is wel een oudje hoor. Hele oudje.
erin heeft gelegen? Ik weet het niet, maar het is een 102 Peugeotje. Wauw. Het is oud. Wauw. Probeer een beetje in te zoomen, even kijken wat er gebeurt. Ik loop niet zo helemaal in. Kijk dan. Hij is oud. Die stuur ook, hè. Zo magnifiek ook weer, zo mooi. Hoe scherp je ook blijft. Jij. Dat is heel mooi, ja. Oké, to the point, we gaan weer lekker lopen. Ja. En weg zijn ze. Oh, daar hebben we er nog een. En weer weg zijn ze. Het wordt een zoekspelletje voor me. En weg zijn ze weer. Nou, dat waren even mooie. Deze heb ik even mooi eventjes in beeld voor jullie. Ja, tuurlijk. Kijk, en dan komt mijn meisje weer aan gelopen. Ook leuk. Helemaal geweldig. Dus ja, dus dat. En die heeft zoiets van, zoek het uit. Ik loop wel. Als je mij ook maar laat lopen. Hè, meis? Ja. Blijkbaar. Hey, een John Deere. Dat is mijn merk. Zij en zo zou en zo zeggen. Ja, helemaal geweldig. Nou ja, lekker even lopen. Kom maar. Kom, bankje dan. Kom, 1, 2. Nee, kom, bankje, knuffel. Ja, goed zo hè. Knuffel hè. Nee. Wil je wat lekkers? Ga zitten dan. Oeh. En ga eens mooi zitten. 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 Wat ken jij? Niet? Wil je nou niet zitten dan? Ja? Nee? Wil je hem zo en zo hebben dan? Doe eens rustig. Doe eens rustig. Goed zo. Kom maar. 1, 2. Ja, goed zo meisje. Je bent braaf, maar dat wist je wel. Ja. Zij is mijn vriendinnetje, mijn maatje. Ze houdt me rustig. Ze voelt me aan. Het is de beste hond die ik ooit en ever heb gekend. Ja, oké, manja dan. Maar dat was van heel vroeger en dat we haar hadden, manjar. Maar echt lady. Oké, Kruimel en die heb ik ook gehad. Maar Kruimel, dat was anders. Het is niet zoals lady. Nee. Kruimel en dat was een kruising vroeger tussen een Jack Russell en een terriertje. Nou, die was mega druk. Maar ja, het is niet zoals lady, weet je. Maar die luisterde wel heel goed met loslopen, Kruimel. Daar niet van. Met Manja vroeger kon ik echt alles mee doen. Aan de haren trekken en aan de staart trekken. Ik weet trouwens niet of het een vrouwtje was of het een mannetje. Maar het was wel een herdershond. En nou ben ik als dood voor herdershonden. Ja, als dood. Ik heb even nu geen statief bij me. Maar daar een hele grote schaapskudde.
probeer nog even wat meer in te zoomen voor jullie. Ik weet niet waar ze naartoe gaan, maar we gaan even dieker op. Even op een opsneupjacht. Want daar staat een dikke trekker, dus ja. Hier zitten allemaal schaapjes in. Ja, jij gaat die kant op. Kom. Allemaal schaapjes in. Allemaal schaapjes in. Ik ga even aan die kant, want anders heb ik zo meteen een probleem met die honden. Kijk, allemaal schaapjes. Oh, lief. Hoi. Ja, ik wil even hier zo meteen even langs voor die andere honden. Anders heb ik hier zo meteen een probleem met. Die ook voor jou, hoor. Nee. Dit en dit, is mijn hond. Ik zat lekker te loeren. Ja, mooi hè? Border collies. Ja, ik vind het echt niet mooi. Ik twee weken geleden had ik het. Zijn jullie mooi? Ja, dat is altijd uit. Als dat natuurlijk niet is, dan ben ik nog met die gebruiker. Ja, die mensen die zeggen, die zeggen tegenwoordig, maar die boer die moet zorgen dat die hond niet bij mij in de warmte komt. Nee. Ja, ja, mensen hebben zelf de beestjes onder controle. Lekkere meisje. Heerlijk. Ja, jij hè. Ik ook. Ja. Zou je willen? Nou, ik loop dus alweer lekker in de buurt. Ja, zoals jullie wellicht kunnen zien. En ik ga dus even rondom school lopen. Dat is dan wel een hele lange filmpje. Maar ik ga dus daar dus ook een aparte video van maken. De sloop van de bouw en de, en de nieuwbouws. Ja. Dus dat wordt weer één lange serie. Dus ben je daar benieuwd naar? Ik zou zeggen, abonneer gewoon even. Ja, ta. Dat is altijd leuk. Dus ja. Nou, waar we dus altijd binnendoor gingen.
kunnen we dus nauwelijks niet meer langs, helaas. Ze zijn aardig bezig met het leeghalen van de hele school en er is rondom helemaal hekken. Deze is al kapot, deze raam, dit raam, daarboven is het kapot. En het is nu helemaal rondom dus overal hekken, hekken, hekken. Ik zal maar even hier gaan lopen. Ze zijn dus nu met asbest bezig op dit moment. Ook leuk om dat te weten. Nou ja, niet leuk, maar het is dus helemaal al leeg. Kijk. En zoals je ziet, inderdaad, ze zijn dus met asbest bezig. Wat ik nou wel heel nice vind, en dat ze dit hebben gedaan. Helemaal oranje gespoot. Ja. Kom maar. En dat zijn er meerdere die oranje zijn, dus dat valt op. En overal hekken, hekken, hek, hek, hek. Overhekken. Ze gaan hier binnenkort lekker bezig. Alleen maar blij mee. Mag ook wel, want het is één grote pauperzooitje. Kijk, hier allemaal weer latjes en alles. Nou, dit wordt binnenkort weer helemaal gesloopt, deze hekken. Kan ik je nu al geven? Kom maar, kom. Kijk, een sjorbandje. Ook leuk om dat te weten. Een sjorbandje. Waarom een sjorbandje? Nou, die weet ik hoe ik die los moet krijgen. Oké. Kom maar, ga mee. Lekker naar huis. Helemaal overal hek, 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 hek. Nou, hier staat het nog even open. Alleen ik mag er nou niet op. Kom. Ja, water drinken. Goed zo. Ja, nou en hier mag je dus dan niet in. Zo, wat een pauperzooitje nog. Wauw. Betje Mina. Wauw. Wat een soortje hier nog, hè? Wat een pauperzooitje. Jeetje Mina. Ja, nou weer thuis aangekomen. Ik ben al even kijken, 22 minuten thuis. Ja, 22 minuten thuis. Ik ben bijna 2 uur gelopen. Ja, ik heb het heel koud. Ik heb de kachel aan. En over iets meer als een kwartier, dan krijg ik Karen op bezoek. En ik ben dus nu even gelijk bezig weer met een vlog te editen. En ja, daar ben ik ook weer druk mee bezig. Dus ja, want dat gaat gewoon door, hè. Het gaat gewoon door, dus ja. En er moet wel weer een vlog online, want ik heb nu niks meer in mijn YouTube-ding staan. Dus ja, dan moet het wel online. Dus ja, dus daar ben ik even nu mee bezig, zodat dit zo meteen zijn gang kan gaan. Nou ja, dat is en dat is toch zo meteen heel snel weer klaar, dus ook dat scheelt wel weer. Dus, maar ja, het moet wel gedaan worden. En ik heb nog een stuk of 5 vlogs wat er gedaan moet worden. Dus ja, en Rauw is ook het weekend lekker vrij, ja. En wat we vandaag, wat we het weekend gaan doen, ik wil sowieso de schuur even doen. En sowieso ook nog even pleiten, en anders dat we vandaag nog even weggaan. Maar dat moeten we bekijken, wat we gaan doen. Nou ja, wij zijn, nou ik ben eigenlijk gebeld vandaag door het UWV. Een heel goed gesprek gehad. Een heel verhelderend gesprek. Dus ja, en dan gaan we er eventjes ertussenuit. Eventjes nog wat kleine boodschapjes doen. Saampies. En dan weer lekker vroeg naar huis. Want ik wil namelijk Flikker Maastricht zien. En de nieuwe serie. Dus ja, daar gaan we voor, toch? Ja. Ja, mensen. Dus, het loopt dus nu al tegen 00:30 in de nacht aan. Roos nu eventjes met hem de hondjes. Wij hebben een hele hoop even klaargezet voor Malieveld, want daar is iemand die is in hongerstaking. Dat hebben jullie wellicht al voorbij zien komen. Daar gaan we dus nu even wat drinken naartoe brengen. Zoals even lekker warme thee, et cetera. Oranje, water. En wat kussens. Dus, want we hadden geen dekens. Dus. Maar een kussen, dat is, en dat is ook al heel wat voor iemand die zelf in hongerstaking is. Kasper de Zwart. Of Kasper Zwart. Ergens in die trant, maar
we nemen jullie gewoon even mee. Hij vindt het ook niet erg dat je filmt. Want hoe meer, hoe beter. Dus ik zou zeggen, blijf even kijken. Ja mensen, we zijn alweer thuis. Het is nu rond 2:30. En we zijn dus nu net bij Casper geweest. Het was te donker om te gaan filmen. En hij was ook gewoon te moe om mij nog te woord te kunnen staan via het vloggen, het filmen. Dus we gaan later vandaag zeker terug. Maar voor nu wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik had eventjes een topdag. Ik hoop dat ik die morgen ook heb. En dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier. Doe het duimpje ook omhoog daar. En doe het belletje aan hier. Daar. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen.